Er zijn maar twee meisjes die van C die van de toren springen. Ik ben 10 en het andere meisje, dat is 13. Nou, ik wil later graag net zo goed als Daphne Jongejans worden. Want ik krijg les van de moeder van Daphne Jongejans. Daphne is een van de jonge talentjes en ja, dat is natuurlijk nu hartstikke leuk om te zien. Maar je moet natuurlijk altijd een klein beetje voorzichtig zijn en kijken hoe zich dat ontwikkelt in de loop der jaren. Natuurlijk, ze kunnen wel heel erg lang worden en dan is het schoonspringen eigenlijk afgelopen, want dan is het veel, veel te moeilijk. Als ze de moed op kan brengen en het doorzettingsvermogen, kan het een hele goede worden. Ja. Zijn voor als je bijvoorbeeld in je salto zit, hou je benen stevig vast en dan glij je wel eens weg als je je dan niet had gedroogd. Als je bijvoorbeeld een enge sprong wil doen, daar ben je niet zo zeker van, dan vraag je of je in de bubbel mag doen en dan druk je op een knopje en dan begint het opeens de bubbel boven water. En als je daar dan in springt, dan doet het dan niet zo pijn. Dus dit is wel gevaarlijk. Als je bijvoorbeeld een nieuwe sprong moet doen en dan denk je dat je bijvoorbeeld met je kop op de plank komt en dan vind je het heel eng. Ik wil later graag met de Olympische Spelen meedoen en ik wil heel goed plank kunnen springen, snel goed toren, van de 10 meter ook wel en van de 7,5 en van de 5 natuurlijk.